is vandaag maandag en weer een nieuwe week. Ik ben wakker inmiddels, aangekleed en al. Ik heb vandaag lekker een simpel shirtje aan met New York Girl, New York City Girl. En een zwarte legging en deze lekkere bootschoentjes. Het regent niet buiten, het gaat ook waarschijnlijk niet eens regenen vandaag, dus ik kan het gewoon aan. Yes! Het waait wel een beetje, zie ik. Maar dat is nog, valt nog wel mee. Het is nog te doen. Ik ga zo lekker naar de bus. Mijn spullen pakken en dan naar de bus. En ja, wie weet wat de dag vandaag gaat brengen. Ik ga sowieso eerst naar school tot 1:15. En daarna zien we wel verder. Ja, we zien het wel. Tot vanmiddag. Goedemiddag allemaal. Ik ben inmiddels thuis. Het is woensdag. Ik heb gisteren niks gevlogd. Ik ben namelijk naar school geweest, thuisgekomen, doodmoe, huiswerk gemaakt, gegeten en ik ben geslapen. Meer heb ik niet gedaan. Ja, het is nu dus inmiddels woensdag. Ik ben uit school nu. Ik heb me lekker omgekleed. Ik heb lekker een jumpsuit aangedaan. Het is super warm buiten. Echt heel erg warm buiten. En ja. Ik weet niet. Ik ga lekker naar beneden. Ik ga een paar dingen maken die ik nog moet doen voor school. En... that's it. Ik ga denk ik voor de rest lekker mijn gemak houden. Niet zo heel veel te doen. Ik heb namelijk alleen maar een paar dingen te checken voor school. Verder niks. Dus dat is heel makkelijk. Dus we gaan het zien. In ieder geval ga ik even lekker mijn huiswerk doen. En zien hoe de rest van de middag gaat verlopen. Maar het is heel erg warm. Dus ik hou me sowieso heel erg rustig. Goedemorgen. Kijk je lekker slapen? Ja? Goedemorgen allemaal. Het is vrijdag en dat betekent de laatste dag van de weekvlog. Ik ben inmiddels wakker, aangekleed. Ik heb gisteravond gedoucht, maar mijn haar stond vanmorgen zo overeind dat ik nu weer heb gedoucht. En er zit van alles en nog wat in, want ik kreeg het maar niet gewoon. Het stond echt, echt overeind, niet normaal. Ik ben hier in ieder geval klaar. Ik ga naar school toe. Ik heb aan dit shirtje, ik weet niet waar die vandaan komt, geflauwde zwarte broek en natuurlijk alleen mijn bootschoentjes. Mijn moeder brengt me vandaag naar school, super lief. En ja, we gaan zien hoe het vandaag gaat lopen. We hebben praktijkles, theorielessen, van alles. Dus ik ben ook heel benieuwd hoe laat ik uit ben vandaag, want dat ligt altijd een beetje aan. Maar in ieder geval ga ik eerst naar school. En het is al bijna weekend. Goed, lieve mensen. Ik ben inmiddels natuurlijk thuis. Ik heb lekker een douche gepakt en ik ga... mijn bed kraakt heel erg. Ik ga nu lekker mijn gemak houden. Ik ga lekker een Netflix en chill avondje houden. Lekker mijn gemak houden. En ja... wat ik wel wil gaan doen, is ik wil zaterdag en zondag doorfilmen. Omdat ik misschien volgende week een time-out wil nemen. Of een hele week wil filmen, net als deze week. Omdat ik dit weekend totaal geen plannen heb. En ik dan ook geen weekendvlog wil maken die... ik ga hem doorzetten morgen. Dus ik ga nu lekker chillen en lekker slapen vanavond. En dan zie ik jullie morgenochtend op zaterdag. Goedemorgen allemaal. Het is zaterdag en... de vlog gaat door. Ik ben op zoek naar muntplantjes. We gaan namelijk een kweekbak maken met aardbeidjes. Ananasarbeien, komkommer hebben we geloof ik, wortel en ik zoek nou een muntplant. Maar die kan ik niet vinden. Oh, kijk nou, een watermeloenplant. Kiwiplant. Oh, wat leuk, kijk dan. Kiwi, hier is watermeloen. Oh, wat leuk. Augurkjes of zo zijn dit. Leuk, kijk dan. Oh,
Ik was zo moe. We hebben een ontzettend leuke dag gehad vandaag. Allereerst zijn we naar Phoenix geweest in Mijn Sierra Land. Vervolgens zijn we naar Barendrecht gegaan naar de veiligheidsdagen. Daarna zijn we in Barendrecht nog naar een winkeltje geweest. Waar ik overigens een broodrooster vandaan heb. En vervolgens zijn we naar Intratuin geweest. En nu zijn we thuis. Goed. Ik heb net de video opgenomen samen met mijn pa. En oh my god. Wat een video, echt hoor. Ik heb eerst de vaderdag video opgenomen en daarna heb ik nog een Never Have I Ever video opgenomen. Naar mijn idee is dat best wel goed gegaan en best wel leuk geworden. Alleen, ik kan mijn pa best wel af en toe gek uit de hoek komen. Maar het was eerlijk gezegd ook wel gewoon heel erg grappig. Ik ga de video nu editen. Waarschijnlijk ga ik heel veel lachen tussen deze video door. En ja, ik ben heel benieuwd hoe die hieruit gaat komen, echt waar. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag zondag, de laatste dag van de week vlog. En het is best wel heel vroeg. Ik ben even mijn make-up resten aan het afhalen. Die er gisteravond niet helemaal zijn afgekomen. En dan ga ik lekker naar beneden. Gekomen na deze gezellige barbecue. Het was een hele gekke avond en daarvoor eindig ik de video op deze manier. Ik ben toen ik thuis kwam gelijk naar bed gegaan, maar wel hoop ik dat jullie deze video leuk vonden. Doe deze video een blauw duimpje omhoog, abonneer op mijn kanaal en dan zie ik jullie volgende week weer bij een nieuwe weekvlog. Doeg!